Binnen 72 uur een film opnemen in Den Haag. Dat is de opdracht bij de 72 Hours The Hague Film Contest. Maar hoe pak je dat aan in zo'n korte tijd? Wij volgen een van de teams. Wij hebben gisteren gescript. Toen we de opdracht hebben gekregen zijn we gaan brainen en zitten nadenken wat we wilden doen voor verhaal. En we zijn in de middag eigenlijk pas rond een uur of drie op straat gegaan en hebben om 3:30 de eerste shot gedraaid. Er moeten een aantal productionele dingen nog getackled worden. Een aantal buitenlocaties hebben we, een aantal onderweglocaties. Ik denk toch een stuk of 10 locaties, maar ja, zo waar we aan komen. Maar we hebben daar de productie nu opgezet, die thuis ook en de lunch regelt en een aantal nieuwe locaties. En we hopen dat we dat vandaag gewoon kunnen halen. Hoe zorg je nou dat je de wedstrijd wint? We gaan gewoon iets moois proberen te maken. Ik denk dat wat we als extra laag meegeven is een beetje een filmische look en een leuk verhaal. Dat verhaal werd geschreven door acteur Clemens. Ik ben zeg maar het hoofdpersonage in deze film en ondertussen ontmoet hij nog andere mensen. Het gaat over een man die een heel hectisch leven leidt, heel druk is en eigenlijk tot stilstand komt. En dat gebeurt omdat hij iets meemaakt. Ik ga nog niet vertellen wat. En uiteindelijk moet hij loskomen van die hectiek van de wereld. Maar de vraag is of dat gaat lukken. Het team met de beste film wint naast de Haagse Oscar ook 1000 euro. En de film wordt uitgezonden op Den Haag TV. De prijs die je kan winnen is denk ik een hele goede promotie voor wat wij doen. Als team, maar ook als specialisme binnen het team. Iedereen doet zijn eigen ding. En ik denk dat we daar mee kunnen winnen. Een film maken in 72 uur. Dat is wel even doorwerken. Als alles goed loopt vandaag, dan hoop ik dat we voor middernacht klaar zijn. Dus we gaan gewoon door tot het licht. En Rob en ik gaan dat samen doen, want hij doet de audio lagen en ik doe het beeld. Maar we hopen daar wel een beetje op tijd mee klaar te zijn. Maar we hebben tot vrijdag 11, toch? Benieuwd hoe het de makers vergaat? Het Haags TV-journaal houdt je de komende dagen op de hoogte van de 72 Hours The Hague Film Contest.